Lontano. E Gesù lo dice, se voi secolo, amen. Gloria a Padre, una buona domenica. E per favore. Het bleek dus gewoon een Sint-Pieter te zijn waar iedereen in de rij stond. Ik dacht dat het echt vet spectaculair zou worden. Wat een beetje tegen eigenlijk. Ik kwam bij toeval eigenlijk bij de paus terecht. Er stond op internet dat het op vakantie zou zijn, maar blijkbaar is hij er nog gewoon. Misschien komt het omdat er in Istanbul geen toeristen waren, maar dit is toch ook alweer een beetje overdreven eigenlijk. Nog een fontein. Volgens mij is dit de fontein die Feyenoord support had ontploopt, waardoor de Romeinen toen heel boos werden. Dat was heel goed vanmorgen. Ik vraag je, wat heeft dit 5 centje in dit gebouw met elkaar te maken? Net als in Tibetlaan in die 6 minuten dat ik boven was, 7 euro had verdiend. Dat is omgerekend 70 euro per uur. Nou, ga ervan uit dat ze 5 uurtjes per dag er zit. 350 euro keer 7 is ongeveer 2500 euro. Nou, best prima verdiend toch per week voor een bedelaar. Ik had op 2 dagen moeilijk te doen met een metro die 20 minuten duurt vanaf het centrum. Toen had ik net op de kaart ontdekt dat ik 7 minuten lopen van het centrum in een Airbnb zit. Super slim.